rechts. Allemaal goed. Heb een duimpje. Beetje jammer. Lach hè. Kom maar, die kant op kijken. Ja. Daar komen zij voor langs. Zeg maar 6. Heeft niet veel plezier. 6 jongens. 6 fijne wedstrijd. 6 wedstrijd. 6 jongens. Top 6. Top 6. Top 6. Top 6. Top 6. Kom maar, volle bak erop. Kom maar. Top 6. Top 6. Top 6. Top 6. Top 6. Zwart of oranje? Het is zwart. Pina. Wat gaan we doen? Wat blijft wel staan? Ja? Trap jullie af. Jongens, maak een mooi pot van. Een pupil van de week, die sprak ik net even, dat is Luc. Luc uit JO10-3. En we hebben vandaag even bij Luc de GoPro op zijn borst gedaan. Je kan het net niet zien. Ja, misschien als de cameraman zou inzoomen. Ik zag dat je ermee bezig was. Ja, heel leuk. Ik heb Luc beloofd dat we hem van commentaar voorzien. Nou, daar gaat Luc. Ja. Luc heeft een goede dribbel. Hij passeert Hupsa. Middenveld. Makkelijk. Enigszins onder druk gezet gaat er voorbij. Luc nu in de 16. Strafschopgebied in. En naast. Maar hij krijgt nog een poging. En weer een buitenkant paal. Nou ja, hij heeft wel... En nog één. Weer niet. Ik denk dat het toch iets met de druk van de GoPro te maken heeft. Ja, dat denk ik ook. Nu dan. Ja, maar uiteindelijk gaat hij er toch in. Vierde poging. Ja, nou. Als bij DVS de vierde poging erin gaat, dan ben ik blij. Goed voor mis deze tijd. Drie keer gewoon mis. Mijn nest goed, dat raak. Huh? Drie keer de scheep terecht, ja. Of vier keer was het, hè? Mag je even je camera terug gaan brengen, Keel? Vraag je aan jou, hoe kan je dat missen? Ja, ik heb geen idee. Ik schoot er vier keer raak. Je hebt drie keer gemist. Ja. Je was drie keer achter de kaart. Maar jij deed het nog een keer. Hey, goed gedaan, man. Super. Goed gedaan, hoor.